Waarde huisgenoten, graag wil ik zien, omdat ik in het zesde en laatste jaartje zit, een nieuwjaarsbriefje met iets meer Piet. Ik weet dat ik ben niet altijd even makkelijk en gedraag me af en toe als een, zoals een echte puber. Maar geloof me, lieve ouders, deze periode wordt echt niet zo geluber. Want er zullen meer momenten komen dat ik je trots zal maken. Misschien word ik dokter, uitvinder, leerkracht of krak in huis inbraken. Nee, dat laatste was maar een grapje. Binnenkort ga ik al naar het eerste middelbaar en binnen 6 jaar loop ik hier rond met een rijbewijslapje. Binnen 9 à 10 jaar loop ik misschien wel met een diploma op zak en koop ik met mijn grote liefde een stukje land op het vlak. Maar laten we nog niet voorop lopen op de feiten. Laten we eerst nog wat genieten van de aankomende identiteiten die ik zal aannemen om mijn weg te vinden in deze grote wereld. Steeds met de smartphone in de hand en voor mijn computertje gezeteld. Nu gaan we nog genieten van het nieuwe jaar. Zet je maar klaar, want ik ben daar. Dus lieve ouders, ik ben het zeker. Met een dochter als ik, dat is toch wel poffen. Zo dadelijk geef ik jullie 3 dikke kussen, want ik heb het ook met jullie getroffen. Van je kapoentje, zie je.